Dag dames en heren, goedemiddag, goedemiddag. Fijn dat u er allemaal bent en u denkt van ja, wat is dit nou? Alleen maar een slagwerker op de mail. Nou, het is vandaag niet anders. We moeten het met z'n tweetjes gaan doen. Ik stel u graag voor aan onze slagwerker Harold. Maar alle gekheid op een stokje. We hebben natuurlijk nog veel meer muzikanten. En ik ga ze allemaal een beetje zo stuk voor stuk per groep aan u voorstellen. En de eerste mensen die het toneel opkomen, dat zijn de mensen op Bastuba. En dat is onze Ron. En links, helemaal in het hoekje, onze Peter. Beide Bastuba in Bes. En zij gaan samen met de groep die straks weer aan bod komt, een beetje de machinekamer van dit orkest vormen, dames en heren. En degenen die dat nog verder doen, dat zijn op trombone en op horen. En daar komen ze één voor één binnen en geeft dus een applausje. Dat is Frans, Peter, Mirjam op horen, niet te vergeten, en Hans eveneens op trombone. En als u het leuk vindt, mag u zometeen alvast een beetje mee gaan klappen. Dan wordt het steeds completer. Want we hebben weer iemand voor u. En dat zijn een viertal mensen, twee dames en twee heren. En die vormen de hele houtgroep van ons orkest. En dat is aan de linkerkant Lotte en Linda. En vanaf de rechterkant voor u Peter op S-klarinet en Gerry ook weer op bes-klarinet. En zo maken we het steeds completer. U hoort het wel, de begeleiding loopt al, het orkest is aan het groeien. En zo gauw de houtgroep is ingezet, gaan we u voorstellen aan onze enige trompetist. De grootste man met bijna het kleinste instrumentje van het orkest. En daar komt hij aan, dat is Gerold. En dan hebben we vier mensen voor u. Vier muzikanten die eigenlijk een beetje de tegenmelodie van de grote lijnen spelen. Die ook regelmatig hun eigen melodie spelen. En dat is de groep die en tenorhoorn en bariton speelt. En dan komen ze volgens mij allemaal van de linkerkant. En dat is niemand minder dan Appie. En dan voor de eerste keer op ons Kika-concert onze Wil, dan Martin en tenslotte Jan. Ja, en dan is de allergrootste groep natuurlijk nog niet op het toneel. En u ziet daar nog een zestal lege stoelen. En dat zijn mensen die bij ons flugelhorn spelen. Eigenlijk een beetje de violisten van ons orkest wat betreft de melodielijnen. En daar komen ze helemaal aan. En voorop mijn echtgenote Annie. Dan Toon. Of moet ik Anton of Antoon zeggen? Dat maakt allemaal niks uit. Er is iets speciaals met Antoon vandaag trouwens, maar dat komt nog wel. Frans, Nout, Patrick en Antoine. Dames en heren, we wensen u met de eerste drie titels van vandaag heel veel plezier met dit achtste Kika-concert. Ik hoor ons zometeen wel weer terug. U mag nog wel even meeklappen hoor. Misschien herkent u het melodietje zometeen. Dan gaan we verder van start. En bijna non-stop met de eerste drie titels. Thank you.
Thank you.
Zo, ja, dat was een hele verrassende opening misschien wel voor u, dames en heren. Maar u hebt gelijk kennis gemaakt met het hele orkest. Als we straks dan pauze hebben, dan weet u precies met wie u te maken hebt en hoe u onze mensen kunt aanspreken. Want dat mag uiteraard. We hebben er heel veel zin in om vanmiddag een muziekmiddag voor te schotelen, zoals we dat eigenlijk heel graag doen. En op deze manier ook graag aan u willen presenteren.